Ja, en bij mij in de studio Bart Oshie van CD&V, welkom. Bent u gerustgesteld door het antwoord van Geert Bourgeois? Niet helemaal. Het is zo dat er inderdaad een aantal overgangsmaatregelen zullen bepleit worden voor 2019. Maar natuurlijk, als we een duurzame visserijsector willen, moeten we in elk geval een goede toekomst zien. En is dat meer dan het jaar 2019 dat daarvan tel is. Het is voor de visserijsector bijzonder belangrijk dat er een deal komt over de Brexit. En dat daar ook de afspraken die er vandaag zijn, kunnen verder lopen. Ja, want Vlaanderen wordt het hardst getroffen, is een van de hardst getroffen regio's. Maar Geert Bourgeois wil een akkoord voor het geheel, niet per se specifiek voor de visserij. Ja, wel, het is heel belangrijk voor onze visserij, omdat 54% van onze vis die aangeland wordt in Vlaanderen afkomstig is uit die Britse wateren. Wanneer nu bijvoorbeeld gezegd wordt dat dit niet meer mag bevest worden, is één mogelijkheid. Tweede mogelijkheid is dat men zegt die vis die van de Britse wateren komt, is eigenlijk Britse vis die dan onder een ander statuut komt, waar dat importheffingen moeten opbetaald worden, waar dat certificaten op vlak van voedselveiligheid moeten afgesproken worden met de Britten, dan krijgen we gigantisch veel problemen voor inderdaad 54% van de opgevangen vis, van de gevangen vis van onze Belgische visserijsector. Ja, en in dat geval wordt de vis duurder. In dat geval wordt de vis duurder, maar er is ook een timingprobleem, want de vis moet zo snel mogelijk bij de consument raken. Ook kwaliteitsverlies zal daarmee gepaard gaan in dat geval. Wij dromen dat dit niet het geval zal zijn. Ja. En stel dat die no-Brexit toch doorgaat, dan zijn er ook heel veel banen bedreigd. Hoeveel? Wel, het is zo dat we met 382 erkende vissers zitten, 71 vaartuigen in Vlaanderen. Maar de Hanse sector vertegenwoordigt toch ruim 2500 arbeidsplaatsen. Ja. Nu, er is wel een opvangnet, heb ik begrepen. Er is een Europees fonds. Maar er zijn twee aspecten voor 2019 die mogelijk zijn. Een eerste aspect is wanneer niet meer mag gevangen worden in de Britse wateren, dan zou er een tijdelijke vergoeding kunnen komen voor het niet meer mogen vangen. Maar dat is enkel voor 2019. En een tweede optie is dat er een akkoord kan komen waarbij dat zelfs bij een no-deal de Belgische vissers nog in de Britse wateren mogen vangen. En als compensatie mogen de Britse vissers dan ook in onze wateren, in de Europese wateren, vis gaan vangen. Maar dat is enkel bij een wederzijds akkoord. Dus dat betekent dat zowel de Britten als de Europeanen, bij wijze van spreken, in dit akkoord moeten stappen. Ja. Op dit moment loopt er geruchten dat Herman Van Rompuy gaat bemiddelen tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie. Hij zou een soort Brexit-bemiddelaar worden. Zelf ontkent hij dat, maar die geruchten doen toch wel fel de ronde. Zou dat een goede zaak zijn? Maar ik denk dat minister Van Rompuy inderdaad wel iemand is die het Europese Forum bijzonder goed kent. Ik heb het ook gelezen, ik heb het hem niet gevraagd, maar wanneer het zo zou zijn, zullen wij in elk geval ook met deze thematiek van de visserij nog even bij hem aankloppen om hem daar ook op te wijzen en aandacht te vragen voor dit verhaal. Ja, maar zelfs met een akkoord kan het natuurlijk negatief uitdraaien ook voor ons wat betreft de visserij. Maar het kan altijd negatief uitdraaien, maar als er een goed akkoord is, dus dat de visserij op dezelfde manier kan verder functioneren zoals voorheen, dan is dat hetgeen wat wij wensen en ook hetgeen wat wij maximaal kunnen bekomen nu bij deze Brexit-discussie. Ja, want eigenlijk heeft Vlaanderen meer te verliezen dan Groot-Brittannië, zegt u. Ja, Europa heeft meer te verliezen dan Groot-Brittannië wanneer er geen deal is. Wanneer die Britse wateren afgezonderd worden, afgescheiden, dus niet meer toegankelijk zijn, is dat een probleem. Zeker voor België, maar ook nog voor andere Europese landen. Dankjewel, Bart Oshie van CD&V. En we kijken nu naar een vraag van Jean-Jacques de Gucht over het gebruik van historische waterkaarten met betrekking tot wateroverlast nu. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.